Super populair is het. In de pauze lekker waveboard op het schoolplein. Maar op de driemaster in Alkmaar mag het niet meer. En dat zit Sten hartstikke dwars. Hallo, ik ben Sten en ik ben 11 jaar. En mij zit het dwars dat we onder schooltijd niet meer mogen waveboarden op het plein. Zie je nou, dit bedoel ik nou. We hebben allemaal een waveboard, maar we mogen er niks mee doen. Nu is het pauze en we vervelen ons te pletter. Op de site konden jullie Sten tips geven. Lisa schrijft, vraag of er een speciale tijd komt waarop jullie mogen waveboarden. Dat vind ik niet zo'n goede tip, want we willen juist in de pauze waveboarden en niet op een speciale tijd. Samira schrijft, ga toch gewoon lekker thuis waveboarden. Dat vind ik niet zo'n goede tip, want we willen juist met z'n allen in de pauze waveboarden en niet alleen thuis. En Ivana schrijft, vraag aan de school of ze een aparte plek voor waveboarders kunnen maken. Dat vind ik een goede tip, dat ga ik nu meteen doen. Hallo. Hallo Sten. Waarom mogen we eigenlijk niet waveboarden op het schoolplein? Wij vinden het heel erg leuk, alle juffrouws en meesters, dat er zoveel waveboarden zijn en dat er ook gewaveboard wordt. Maar op sommige plekken is het niet zo veilig op school. Waarom is het dan niet veilig? Omdat we met heel veel kinderen zijn. Er zijn enorm veel waveboarden en daar gebeuren gewoon ongelukken mee. Kunnen we dan niet ergens anders waveboarden? Ja, daar hebben we tijdens de vergaderingen al over nagedacht. En we hebben wel een plannetje. We willen namelijk gaan vragen op de school naast ons of we daar misschien een stukje van het plein mogen gebruiken. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. En het lukt. Ze mogen op het plein bij de buren. Maar daar is het nogal krap. Het is voor nu een goede oplossing, maar we gaan proberen wel uiteindelijk iets groters te vinden. Zit je ook iets dwars? Ga naar onze website en laat het ons weten.